Een hele goede middag, lieve dames en heren. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we fotograferen vanaf de racefiets. Tenminste, we fietsen naar mooie plekjes toe. Ja, vanaf daar gaan we dus een mooie foto maken. Wat misschien wel mooi is om te vertellen is dat deze racefiets, waar ik nu op fiets, dat is een Cube, heb gekregen als cadeau na mijn open hart operatie. Het was niet de eerste, maar ja, ik heb alles doorstaan. Ik heb een constructie bedacht waarbij jullie gewoon vanaf het stuur mee kunnen kijken en de route kunnen beleven. Een ideale constructie is nog niet, dus ik moet nog een aantal dingen verbeteren. Maar goed, in elk geval kunnen jullie op die manier wel meekijken met mijn route. En natuurlijk naar de foto's die er zo meteen aankomen. Dus even doorbijten en heel veel kijkplezier bij deze video. Dit gaat mijn eerste compositie worden. En zoals je ziet, zie je denk ik al een beetje wat er gaat gebeuren. Je ziet hier vier paaltjes aan de zijkant staan. Je ziet een brug die omhoog staat. En natuurlijk die prachtige looplijn van die tegels. Ik fiets nu over de Rotterdamseweg. De rest van mij zijn ze hard bezig met woningen bouwen voor de studenten van de TU in Delft. Vanaf de Rotterdamseweg rijd ik verder de TU-wijk in, waar ik zo meteen de bibliotheek zie van de TU, maar ook de aula. Op het dak van de bibliotheek bevindt zich dakgras, waar in de zomer studenten studeren en chillen. Vanaf de TU-wijk fiets ik verder richting Pijnakker via de N74, waar ik even stop voor het maken van deze foto. Daarna fietste ik de nieuwe fietstunnel in, waar ik eraan werd herinnerd hoe oncomfortabel eigenlijk een fietszadel is. Ik sta momenteel in Pijnakker. Ik ben even gaan pauzeren. Even lekker aan het genieten van de zon. En zoals je ziet heb ik mijn zonnebril nog op. Misschien iets persoonlijker om af te doen. Ik ben ook even aan het bedenken waar ik mijn fiets ga fotograferen. Want het is natuurlijk leuk om deze dag strakjes aan het einde van de video te bekronen met een mooie foto. Maar dat dus voor later. Laten we nu eerst verder gaan met de route. En natuurlijk de volgende foto's. Rechts van mij staat een komkommerkraampje, waar je voor een euro een komkommer kunt kopen. Snelheid spat van het scherm en ik haal hem in als een echte overwinner. Ja, aan de andere kant van het water, rechts in de video, bevindt zich een Beleibos. Nu kan ik hem met de racefiets natuurlijk niet in. Het is één niet goed voor de fiets. En daarbij is het ook helemaal niet nodig, want hiervoor kunnen wij ook hele mooie foto's maken. Er staan bijvoorbeeld in de berm wat mooie bloemetjes. En dat doe ik omdat er ook wat reflectie te zien is in het water. Ik denk dat in combinatie met het licht wat in het water valt, wat dan een beetje een glinstering geeft in de foto, leek het mij een leuk idee om zo'n foto te maken. Het rode gebouw rechts in beeld was de startplaats van een mooie fietsroute, alweer een aantal jaren terug. Verder heb ik met die sportschool samen 3 uur lang gespind op het Raadhuisplein in Pijnakker. We deden dat voor het KWF en samen met elkaar hebben we ruim 14.000 euro opgehaald. Dan wordt het tijd om de foto van de racefiets te onthullen. En dan zeg ik, zoals altijd,
See you later. Controleer trouwens eventjes of je geabonneerd bent op mijn kanaal, want dit is zeker de moeite waard en het is helemaal gratis.